Gezonde voeding is voor topsporters van essentieel belang om topprestaties te kunnen leveren. RSCA Anderlecht vertrouwt daarvoor op Olaf van Landuit. De chef van RSCA kookt met zijn team al jaren dag in dag uit voor paaswit. Ik werk al 12 jaar met de club. Ergens is dat een plezier van je hobby, je beroep te kunnen maken. Dus met Anderlecht samenwerken is een eer eigenlijk. Je moet je kunnen aanpassen. Dat is heel belangrijk. Klaarstaan. Je moet op 12 uur of op 6 uur tijd iets kunnen veranderen als het programma verandert. Maar dat weten wij, dat weet het personeel. En iedereen is heel blij om ervoor te werken. En het is iets speciaals. Je werkt met die sportmensen alle dagen. Je leeft ermee mee. Wij werken nauw samen met de diëtisten en met de medische staf, zodanig dat de voeding altijd aangepast is aan de sportmensen, dus in dit geval aan de voetballers. Ik denk dat voeding een heel belangrijk deel uitmaakt van het pakket dat aangeboden wordt aan de spelers van de club. Jongens zijn verplicht om 9 uur samen ontbijt te nemen. Alles wordt in samenspraak met de diëtisten opgesteld. Alle menu's worden doorgenomen met de mensen van de keuken. Zodat alle jongens toch een bepaalde voedingswaarde aangeboden krijgen. Rekening houden met trainingen, maar vooral ook wedstrijden. Oké, vandaag op het menu. Dus eerst hun pasta's met of zonder bolognese saus of gewoon tomatensaus. Er is een groentesoepje. Dan zijn er worstjes van kalf of pangasusvis. Samen met de aardappeltjes, met rozemarijn en dan ook het witloof. Voetbalspelers zijn gewoon mensen en gewoon mannen zoals ik en u. Die vragen altijd van mogen we dit of kan het dat. Wij maken ook desserts, dat zijn altijd lichte desserts dat we maken. Om zo gewoon mogelijk te kunnen eten. Hoe dichter dat je bij de wedstrijd komt, hoe meer koolhydraten dat je moet opnemen. En hoe verder van de wedstrijd weg, hoe meer zemelen, vezels en zo zijn groenten dat je moet binnennemen. Wedstrijddagen is gericht op verbranden. Hè. Opnemen van heel veel energierijke voeding, zodat je sterk genoeg bent om die wedstrijd goed rond te komen. Ze hebben een ruime keuze ook. Ze kiezen iedere middag tussen of vis of vlees. Dus dat staat sowieso op het buffet. Ze hebben pasta, ze hebben verschillende koude salades, ze hebben een voorgerecht en ze hebben een dessert. Dus ze kunnen zich altijd terugvinden, als ze iets niet lusten, is er altijd iets anders die op het menu staat. De samenwerking met de keuken verloopt eigenlijk heel goed. De kok, ja, die kent de jongens ook al jaren, die weet ook wel van wat kan en wat niet kan. Als er iets verandert of als er iets moet bijgestuurd worden, dan bespreken wij dat of met de diëtist of met de medische staf. Het is een speciaal leven, het is soms hard werken, want je bent soms 7 dagen op 7 bezig. Maar de voldoening die je er daarna van krijgt, en ik zeg het nogmaals, het is ergens in het hart ook, het is een eer om voor Anderlecht te kunnen werken, voor die ploeg te kunnen werken. Ja.